In de serie Portretten spreken wij vandaag met Kees van Meel. Hij is bekend om meerdere dingen. Zo is hij onder andere fractievoorzitter van Samen Driemelen. Hij is ook muzikaal heel actief. En zeer betrokken bij de natuur en biodiversiteit. Welkom Kees. We hebben met elkaar afgesproken dat we elkaar zouden tutoyeren. Ja, en dat doen we dan ook bij deze. We zitten op een bijzondere locatie. Het was even voor mij zoeken waar het precies zat. Maar waar zitten we eigenlijk? We zitten in de oudste heemtuin van Brabant, de Liniehof. Een natuurpark, een overgebleven stukje groen van vroeger. En waarom zitten we hier? Omdat ik lid ben van Maalense Natuurvrienden. Ja. Ik help mee om iedere donderdag iets aan de natuur te doen. Hier in de heemtuin, maar ook hier buiten. We knotten willigen, we zijn bezig met poelen te schonen. Planten te zetten. Dus op verschillende manieren maken we ons nuttig in ja, de natuur. Ja, en hoeveel vrijwilligers zijn er betrokken? Weet je dat ongeveer? Er zijn heel veel leden, maar op de donderdag, dat zijn natuurlijk allemaal mensen die klaar zijn met werken. Ja. Want anders zouden ze geen tijd hebben. Dan zijn het er vaak 20. Okay. Rond de 20. Ja, en die variëren in leeftijd van 67 tot... Tot 81. Ja, zo. De oudste is nu 81. Maar die staat nog volop te snoeien en met een waadpak in de poel bomen te zagen. Dus die is nog heel actief. Ja, leuk om te horen. Ja. Kijk, we zijn heel benieuwd naar wie jij bent, Kees. Wat jouw drijfveren zijn en wat ik normaal gesproken doe is altijd even terugkijken. En ik wilde met jou even een paar feiten doornemen. Je bent Kees van Meel. Je bent geboren op 17 november 1955 in Canada. In Canada? Ja. Mijn vader die was een fanatiek klarinetist en die was aangenomen bij een Canadese militaire band. Ja. En moesten ze wel verhuizen naar Canada. Ja. Dus mijn moeder komt van Wagenberg. Okay. Van de bekende familie van de Post werden ze genoemd. Ja. Haar ouders die hadden postagentschap. Moeder was een van de eerste werkende vrouwen, want die zat op het kantoor. Ja. En vader die bracht de post rond. Maar toen gingen ze naar Canada verhuizen. En daar hebben ze een paar jaar gewoond. Oké. Okay. En hoe lang heb jij daar gewoond in Canada? Ik heb er 6 weken gewoond. Zes weken? Ja, voor mij is nog een zus geboren. Ja. En na een jaar of twee vond mijn vader dat hij toch als vader meer bij zijn gezin betrokken moest zijn. Want hij was soms wekenlang op reis. En dat ging toen nog met de boot. Hij zag mijn zus pas, toen ze geboren was, 6 weken nadat ze geboren was. Ja. Dus ja. Nou, dan wilde hij toch verandering brengen. Ja. Heeft hij overplaatsing gevraagd naar Duitsland. Dus daar hebben we nog gewoond, in de geallieerde kampen. En daarna zijn we terug, heeft hij zijn muzikale carrière opgegeven. En is hij op kantoor gaan werken. En zijn we in Etten-Leur terechtgekomen. Ja. En we hebben hier een hele mooie foto liggen van jouw ouderlijk gezin, zou ik maar zeggen. Dit is jouw vader en je moeder. Dit ben jij, hè, volgens mij. Ja. En dit zijn 2 zussen van jou. 2 zussen, ja. Een oudere zus en een jongere zus. En jij zit in het midden? Ik ben 2e. Ja. Van een rijtje van 5. Oh, je bent 2e. Er zijn er nog meer? Hierna kwamen er nog 2 kinderen, ja. Oké. Ja. Ik heb 4 zussen. Oké. Zo. En hoe was dat? Ja, dat was verschillend, hè. Vaak kon je er goed mee opschieten, maar soms stoeide je er ook mee. En was je als jongen toch net iets sterker, dus was het vaak huilen en dan kreeg ik de schuld. Dus dat was dan iets minder. Ja. Maar heb je nu toch geen last meer van? Daar heb ik geen last meer van. Nee. En ik begrijp dat jij, je bent dus hier naar Nederland gekomen. En wat heb je, je bent naar school geweest. Waar heb je je middelbare schooltijd doorgebracht? Nou, dat is ook een heel verhaal. Toen ik in de 5e klas zat in Etten-Leur, toen vond mijn vader die school niet goed genoeg. Oké. Toen zei hij van, ik kom uit Breda en in Breda is alles beter. Dus ik kom maar in Breda naar school. Dus toen moest ik in de 5e klas in Breda naar de lagere school. Ja. Dus daar reed ik vaak met mijn vader mee, want die werkte in Breda. Maar vaak moest ik ook met de trein en de bus en zo. Dus toen zat ik in Breda op de middelbare school, de 6e klas afgemaakt, vriendjes daar gekregen. Dus wilde ik in Breda naar de middelbare school. Dus toen ben ik naar het Lieve Vrouw Lyceum gegaan. In Breda, het OLV heet het tegenwoordig, geloof ik. En daar heb ik 3,5 jaar op het Atheneum gezeten. En dat bleek toch niet zo geschikt voor mij te zijn. En toen ben ik toch naar Etten-Leur, naar de middelbare school gegaan. Naar het scholengemeenschap Etten-Leur. Okay. Overgestapt naar de HAVO.
En daar in Etten-Leur ook naar de PABO. De PA heette dat toen nog. En waarom ging je daar naartoe? Omdat ik moeilijk kan kiezen eigenlijk. Okay. Ik heb heel veel hobby's. Ja. Ik deed heel veel dingen graag. Ja. Muziek deed ik toen al heel veel. Ja. Maar tekenen vond ik ook heel leuk. Handen naar buiten vond ik ook heel leuk. En ik kon ook goed met kinderen opschieten. Dus alles gecombineerd dacht ik van nou, dat is een opleiding voor mij. Daar krijg je al deze vakken. Je kunt ook met kinderen opschieten. Dus daarom heb ik daarvoor besloten. Okay. En wat waren je ouders voor mensen? Kun je ze een beetje typeren? Ja, mijn moeder die kwam uit Wagenberg. Ja. Die was de oudste uit een gezin van 10 kinderen. En die had er huishoudschool afgemaakt en mocht niet verder studeren, want ze moest voor de jongere broertjes en zusjes werken. Ja. Omdat ook de ouders allebei al werkten. Dus die heeft altijd achter het aanrecht gestaan en voor de broers en zussen gezorgd. Ze is nu 101,5. Maar ze heeft nog een broer van 96 en een broer van 94 en een broer van 91 die haar nog steeds dankbaar zijn voor de opvoeding die zij eigenlijk aan de broers gegeven heeft. Ja. En ze heeft nog een zus ook van 87, meen ik. Ja. En op een gegeven moment ben je vrouw tegen het lijf gelopen. Hè? Ja. Hoe is dat gegaan? Ik zong in een jongere liturgiegroep. Ja. En was daar actief om teksten te maken en zo. En wij gingen van kerk naar kerk. En er zat ook een broer van mijn vrouw bij. En soms als we een dienst hadden verzorgd, dan gingen we met de hele groep het bos in wandelen en zo. En toen had haar broer gezegd van, oh, ga ook een keer mee wandelen. Nou, en toen ging ze mee wandelen en toen is de vonk overgesprongen. Ja, was liefde op het eerste gezicht? Ja, eigenlijk wel. Ja, eigenlijk wel. Van beide kanten? Ja. Wat ja. Leuk. En hoe heet je vrouw? Luitgarde. Oh, wat een mooie naam. Ja, dat is een mooie naam. Zij is een van de 14 kinderen. En haar ouders die hebben hun kinderen heel veel Zuid-Nederlandse namen gegeven. Oud-Nederlands, dus ja? Luitgaarde is er één van. Ja, ja, mooi. Die is nummer 11. Nummer 11, jeetje. Ja. Grote gezinnen dus. Ja. En ik zag ook, want je had, ik heb hier nog jij op school. Ja, netjes. Netjes, mooie gekamde haartjes. Dit ben jij als docent, hè? Nee, dit is de opleiding. Is de opleiding? Dit is een groep van de opleiding. Dit zijn studiegenoten. Oké. Dit ben jij, hè? Ja. En dit is Luitgaarde. Met jou? Ja, op onze huwelijksdag. Ja. In Liesbos, waar zij woonde. Dit zijn jouw jongens? Jullie jongens? Ja. Vier stuks? Wij hebben vier jongens, ja. En dit is in 1990, begreep ik van jou? Ja. Dus toen waren ze nog heel jong. Dus de oudste is nu 41, dus dat scheelt wel. Nee, 43. 43 is Jan. Ja. En wat is dit? Nou, dit zijn mijn jongens weer met ons. Wij kregen vorig jaar een cadeautje van hun. Want toen hadden we hun uitgenodigd omdat we 45 jaar getrouwd waren. En wij gingen met hun regelmatig naar een musical. Vonden wij ook nodig voor de culturele opvoeding. Ja. En 30 jaar geleden of zo zijn we naar Les Miserables geweest. Ja. Dat was toen in het Circus Theater in Den Haag. Ja. Scheveningen. En vorig jaar zijn we met het hele gezin, met alle vrouwen, kinderen, in een huis in Zeeland een weekendje weg geweest. En toen kregen wij een cadeautje, een kaartje voor Les Miserables met een overnachting. En wij zaten daar in Den Haag was dat. En daar zaten we in de zaal en er kwamen die vier jongens binnen. Ah. Zo van 30 jaar geleden deden we dat toen, ja. Nu willen we het weer. Oh, wat leuk. Ja. En dit is jullie grote bezit, hè? Ja. Onze zoons, hun vrouwen en hun kinderen. En ze hebben alle kinderen, al jouw kinderen hebben twee kinderen, hè? Ja. Begreep ik van ja. Jou. Ja. En dit is dan jouw moeder? Mijn moeder en ik, ja. Ja. En dan hebben we hier nog wel een foto waar je met een van jouw klassen zit, hè? Ja. Ja. En jij zit dan helemaal hier, volgens mij. Ik heb 39 jaar op de Stuivenhoek als leerkracht gestaan. Als leerkracht voor verschillende klassen. Ja. Ik heb echt alle klassen gehad. Ik ben vakleerkracht muziek geweest. Ik ben ICT-coördinator geweest. Ik heb op die school 22 jaar een koortje gehad. Ik heb daar een hele loopbaan afgewerkt. Ja, en dit is... Je speelt trombone. Ik speel trombone. En op een gegeven moment zijn we met een aantal trombonisten samen gaan spelen. Coulisse heette dat toen. Ja. Dus... Dat hebben we een aantal jaren gedaan.
mensen uit Maarden en omgeving. En dit is heel wat anders? Ja, samen met Cor de Wijs ben ik 11 jaar clown geweest. Oké. Okay. Ja, dus hier deden we kinderfeestjes en speciale gebeurtenissen. En we hebben veel plezier gehad. En dat is eigenlijk ontstaan door de stedenband van Maarden met Cosmin er was. En toen was daar een kinderthuis en toen wilden ze ook een act hebben voor die kinderen. En zo is het eigenlijk geboren. En Cosmin, help me eventjes. In Polen, de stad in Polen, waar Maarden toen een stedenband mee. Oké. Okay. En dit is Vals Alarm, hè, volgens mij? Vals Alarm, ja, daar zit ik al 30 jaar bij, dik 30 jaar. Dus ja, en ik had eigenlijk speelde ik klarinet. Net als je vader? Net als mijn vader, ja, dat hoorde zo. Je moest hetzelfde doen als je vader, vond hij toen. Ja. Nou, daar ben ik eigenlijk klassiek mee opgevoed. Ja. En zodoende had ik op een gegeven moment genoeg van klassieke muziek. Dus toen had ik de klarinet opzij gelegd. Er stond er in Maarden, in de carnavalskrant, een vacature, iemand op zwaarkoper bij Vals Alarm. Ja. Toen dacht ik, nou, ik kan wel trombone gaan spelen. Ja. Dus zodoende ben ik aan de trombone begonnen. Ja, ja. Dus. Nou, dit is een beetje jouw muzikale... talenten, hè, die je kunt botvieren. Die doet ook heel veel met de jeugd samen. Ja, bij Cecilia heb ik het opstartorkest da capo. Ja, ja. En, maar je bent ook de politiek ingegaan. Dan gaan we het niet hebben over waar je partij voor staat. Maar wel ben ik benieuwd waarom je de politiek bent ingegaan. Kun je daar dat is eigenlijk ook via de muziek gekomen. Want de partij Samen, ja. die bestond nog kort en die kwamen naar mij toe... Femke Selders was een oud-leerling van me. Ja. Die kwamen naar mij toe, wil jij geen lijflied voor ons schrijven? Oké. En toen heb ik gezegd van ja, dat wil ik wel, maar ik weet niet waar jullie partij allemaal voor staat. Kom eens een keer praten. En toen is zij en Johan van der Vlist, die helaas overleden is, die zijn langsgekomen. Die hebben een aantal dingen genoemd die ik in dat liedje zou kunnen zetten. En toen dacht ik, oh, waarom ook niet? Toen heeft Johan nog informatie gestuurd met vrijblijvend een inschrijfformulier. En toen dacht ik van nou, ja, ik ben klaar met werken, dat kan ik eigenlijk wel doen. Dus om nog meer te betekenen voor de gemeente Driemen. Om voor de gemeente Driemen, voor de gemeenschap, ja. Ja, ja, ja. En nou, we hebben het nu zo'n beetje gehad over wat je allemaal gedaan hebt en wat je nu aan het doen bent. Hoe kijk je uit naar de 30 jaar nog doen? 30 jaar? Oh ja, ik moet mijn moeder nog inhalen, ja, natuurlijk. Ja. Nou, voorlopig wil ik de partij groot maken en iets betekenen voor de gemeenschap in Drimmelen. Ja. Verder lijkt me heel fijn om muziek te blijven maken, zolang het goed gaat. Ja. En wil ik onze jongens blijven volgen en daar regelmatig op bezoek gaan en ontvangen en de kleinkinderen. Wat geef je ze mee? Wat vind je belangrijk dat ze... Ik vind het heel belangrijk dat iedereen, en dat geldt voor mijn kinderen, maar dat geldt voor iedereen eigenlijk, rekening houdt met elkaar. Elkaar in de waarde laat, waar je ook vandaan komt, wat voor interesses dat je ook hebt. Iedereen, vind ik, moet elkaar in zijn waarde laten. En dat als iedereen dat zou doen, dan zou we een hele fijne, mooie maatschappij hebben. Fijn. Ja. En nou intrigeert me wat je om je nek hebt hangen. Kun je daar iets over zeggen? Want dat is een bepaalde steen. Ja, labradoriet. Ik geloof in de kracht van de aarde. En de kracht die ook nog in stenen zit. Ja. En ik kwam op vakantie, kwamen we in een winkeltje in Friesland. En daar lagen verschillende stenen. En deze steen trok mij heel erg. Omdat er ook een lijstje bij stond van, nou, deze steen staat voor verschillende krachten die je kunt hebben. Zekerheid. En... ik denk, nou, dat past precies bij mij. En het bleek ook dat toegeschreven is aan mijn sterrenbeeld. Schorpioen? Ja, een schorpioen. Ja. Dus vandaar dat ik hem tegenwoordig altijd om heb. Ja, nou, mooi. Mooi. Ik heb op jouw LinkedIn gelezen dat je heel secuur bent en punctueel. Maar er zijn ook momenten dat je wat losser bent. Oh, ja, zeker. Nou, zeker. Ik kan ook heel los zijn, ja. Maar dan nog in dat losse, toch wel structureel. Ik bedoel, wij spelen met Vals Alarm altijd met carnaval. Dan kan ik uit mijn dak gaan. Ja. Maar ik wil altijd wel graag dat het tijdschema klopt. En dat we op een bepaalde tijd iedereen erbij haalt. En,
Kijk, en dit was een voorbeeld dat ze me vroegen of ik mee wilde doen met de bloemencorso. Ja. Met voor het buurtschap Schijf. Leek me heel leuk. En dat bleek ook heel leuk te zijn, omdat je daar in zo'n gemeenschap, in zo'n buurtschap, ja, mensen samen ziet werken. Mensen alles over hebben voor elkaar. Wat ook heel goed georganiseerd was. En dat wil je wel. Je wil wel een beetje de controle houden. Ja, graag. En ik geniet er ook van als de controle bij anderen er is. Hè. Ja, dus ja. In zo'n buurtschap, die logistiek, die zit zo goed in elkaar. Dus daar geniet ik van. En ja. Vorig jaar heb ik daar muziek gemaakt op die wagen, omdat ze levende muziek nodig hadden. Dit jaar vroegen ze me als figurant. En heb ik meegedaan als middeleeuws jager. Vandaar die baard. Ja. Heel mooi, heel mooi. Kees, ik wil je heel hartelijk bedanken voor dit gesprek. Ik heb in ieder geval het idee dat ik je veel beter heb leren kennen. En het is altijd fijn om een medeschorpioen te ontmoeten. Oh, kijk, vandaar de klink.